Breda Nu. Je weet het meteen. Goedendag Breda, mijn naam is Bart de Wit en welkom bij het Weekoverzicht. Behalve als je de herhaling op zondag kijkt, want dan is het 1 april. Haha, super grappig. Afgelopen weekend gingen we langs bij een framedrum-specialist. Een framedrum is een van de oudst bekende rituele muziekinstrumenten. En dat was voor ons reden genoeg om eens te gaan kijken hoe het er dan aan toe gaat bij een hedendaagse cursus. Ja, we gaan deze middag framedrum spelen. Dat is dit instrument wat ik hier op mijn schoot beet heb. En alle mensen die hier komen, die zijn hier voor de eerste keer. Heel veel mensen hebben nog nooit muziek gemaakt zelfs. En die ga ik dus begeleiden om dus eigenlijk een hele goede basis op dit instrument te gaan maken. En u noemt het een framedrum. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Wat is het voor instrument? Wat is de oorsprong ervan? Dit is eigenlijk een heel oud instrument al. Dus echt vanuit de oudheid is ritme natuurlijk en drum altijd al aanwezig geweest. Deze drum is gewoon een afleiding van een drum uit het Midden-Oosten. Ik heb natuurlijk nog één vraag. Je kunt een stukje spelen. Ja, uiteraard. Samenloop voor Hoop is een evenement georganiseerd door KWF Kankerbestrijding en de bedoeling is om 24 uur lang estafette te wandelen om geld op te halen voor onderzoek. Het initiatief is al jarenlang gaande in verschillende steden en deze zomer op 9 en 10 juni komt het ook naar atletiekbaan AV Sprint hier in Breda. Samenloop voor Hoop zelf zie ik het als een kleine zusje van Alpe d'Huez en van Europa Run. Maar de Samenloop voor Hoop is een ander evenement en dat is vooral heel positief gericht. Denk aan de naam Samenloop voor Hoop. Dat is een evenement dat zich richt op de toekomst. Het moet geld opbrengen voor onderzoek dat leidt naar betere en langere overlevingskansen van kankerpatiënten. En met name kankerpatiënten zelf zijn er ook welkom. En verder is het een evenement dat zich vooral manifesteert door wandelen. Het is een wandelestafette van 24 uur die hier gehouden wordt op 9 en 10 juni op de atletiekbaan van Sprint. Waarom op de atletiekbaan? Dat is een rondje inderdaad. Maar dat is symbool voor de beperkte actieradius die kankerpatiënten vaak krijgen. Vanwaar dat het nu ook in Breda wordt georganiseerd, weet u? We hebben al een aantal jaren het plan gehad om het in Breda te doen, maar we hebben daar wat pech in gehad in de organisatie. En nu zijn we zover dat we met een goed team de hele organisatie van de grond kunnen krijgen. En we gaan het dus proberen. Maar we hebben nu ook een prachtige locatie gekregen. Sprint is een accommodatie die alles heeft, dus het succes is veel meer gegarandeerd nu. Dus geef je op als je nog wil. Er is nog plaats. Kom allemaal. Afgelopen woensdag werd in het Radverlegstadion voor de tweede maal een ruilbeurs georganiseerd van de NAC-plaatjes. En hierbij konden mensen de dubbele plaatjes die ze hadden ruilen om de ontbrekende plaatjes toe te voegen aan een NAC-album. Is jouw boek al helemaal vol? Bijna wel. Zeg maar, de nieuwe kaartjes die hebben alle drie al. Dus we hoeven eigenlijk alleen maar de plaatjes die vanaf het begin al zijn. Allemaal. We hebben eigenlijk allemaal nu. Wie is jouw favoriete speler bij NAC dan? Sadiq Omar. En Manu Garcia. En Boos. Hoe is de opkomst? Vindt u het beter of is het gewoon goed verwacht? Nou, als je kijkt naar begin vorig jaar, toen was er bij de opkomst allemaal zoiets van wauw, dat is best veel. Maar het was vandaag nog veel overweldigender. Ik denk dat voor de kinderen gewoon een leuk feestje is hier. En ik denk dat uiteindelijk iedereen straks een fantastisch gevuld album heeft. Ja, natuurlijk heel leuk. Het is een leuke actie om supporters dichter bij de club te halen natuurlijk. En het is gewoon heel leuk omdat je ziet al de kleine kinderen vandaag hoe blij ze zijn met de plaatjes. Voor mijn plek gingen we deze week in gesprek met Peter van der Lichten. En Peter is een Amsterdamse schrijver, maar zijn muze woont in Breda. En daar heeft hij recentelijk dan ook een boek over geschreven, genaamd Liefde en Verdriet. Mijn naam is Peter van der Lichten, ik kom uit Amsterdam, geboren en getogen. 61 jaar. Ik heb sinds 2016 een speciale band met Breda. En dat heeft te maken dat hier mijn geliefde woont. Die woont hier, die is hier ook geboren.
En door haar ben ik gescheiden na 32 jaar huwelijk. Nou, eigenlijk het belangrijkste van het boek vond ik niet het van me afschrijven zoals mensen denken. Ik heb altijd moeite als mensen voor mij gaan denken. Het is eigenlijk het hele verhaal vertellen over 2017 van mij en van mijn gezin. He, wat voor pijn ik ze gedaan heb he, door de affaire van Anne, die gewoon verantwoordelijk is voor mijn scheiding. Stichting Band Battle is een stichting opgericht door 5 enthousiaste muzikale ex-scholieren. En ze organiseren een jaarlijks terugkerende Band Battle om de live muziekcultuur in Breda een beetje te verrijken. Afgelopen zondag was de finale in de mes. En de winnaar daarvan was Red Valley. Ja, het was wel onverwachts, moeten we eerlijk toegeven, maar het voelt goed. Okay. Ja. Ja, jullie delen die mening? Ja, ja, zeker. We hadden niet verwacht dat we gewoon een grote prijs zouden winnen. Ja. Okay. En wat, nu hebben jullie de eerste prijs binnengehaald. Is dat nou een nieuw begin voor jullie? Gaan jullie nou hogerop? Ja, we gaan wel proberen om meer op te treden en ja, zeker ook meer ervaring op te doen. Okay. En waar zien jullie nou over 5 jaar? Over 5 jaar weet ik niet, maar over 1 jaar zouden we graag op Breda Bars willen staan. Dus Leo, als je dit ziet. Okay. En ja, voor de rest heel veel optreden, heel veel nieuwe nummers schrijven. Dat is denk ik waar we nu voor gaan. Pasen staat weer om de hoek en we hebben zo allemaal onze eigen tradities. De ene schildert eitjes en de andere verstopt ze weer. Daarom gingen wij de straat op om te vragen wat de paastradities zijn van Bredanaars. Nou meneer, vertel, wat is uw paastraditie? Nou, ik kom uit Twente en daar hebben ze paasvuren, dus daar gaan we altijd wel even kijken. En ben je ook van plan hier in Breda een groot vuur te stichten? Ik ga terug, dus nee, ik ben hier niet, dus je zult er geen last van hebben. Ja. Ik kom hier ook niet oorspronkelijk vandaan, ik kom oorspronkelijk uit Utrecht. Maar wat wij doen altijd is paasontbijt, paaseieren zoeken, dus gewoon samen zijn. Dus mevrouw, wat is uw paastraditie? Paastraditie is paasontbijt, daarna koffie drinken met de familie en weer avondeten met de andere familie. Ja, wij doen altijd inderdaad. Eieren zoeken en vaak doen we ze dan weer 2 of 3 keer opnieuw verstoppen op een andere plek. Hoeveel eieren ga je opzoeken, denk je? Ik denk 10. Ook deze week hebben we natuurlijk als afsluiting weer een mooie foto van de week. En deze week is er gemaakt door Tamara Verhoog. Ben je nou zelf ook op pad geweest en heb je mooie kietjes gemaakt? Stuur ze dan gerust op naar redactie@bredanu.nl. Lieve kijkers, dat was het alweer voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug met de laatste nieuwtjes en highlights van In en rondom Breda. Fijn weekend, vrolijk Pasen en houdoe. Breda Nu. Je weet het meteen.